Hoi allemaal, mijn naam is Manon de Visser en ik ben wetenschapper bij Naturalis en bij de Universiteit van Leiden. En vandaag ga ik jullie iets vertellen over ons onderzoek naar watersalamander-DNA. Bij het Wielstralab doen wij onderzoek naar het DNA van bepaalde soorten watersalamanders. De soorten waar ik het over heb behoren tot het geslacht Triturus. In totaal zijn dat 9 soorten. 1 daarvan komt ook voor in Nederland, dat is de kamsalamander. We maken een onderscheid tussen kamsalamanders en marmersalamanders. Van beide groepen zie je hier een foto van een van de soorten. Het grootste verschil zit hem in het uiterlijk. Marmersalamanders zijn wat groener en je ziet dat de kamsalamanders een wat meer gekamde kam hebben. Waarom zijn wij zo geïnteresseerd in watersalamanders? Dat is niet alleen omdat het natuurlijk schattige beestjes zijn en ze interessant zijn om te bestuderen, maar we zijn vooral geïnteresseerd in een bepaalde genetische afwijking bij deze salamanders. Deze genetische afwijking zorgt voor een bepaald syndroom bij de salamanders. En ze zitten al miljoenen jaren opgescheept met dit syndroom. Door dit syndroom komt 50% van de eieren nooit uit. 50% van de eieren. Stel, jij bent een moedersalamander en je doet ieder jaar heel hard je best om 200 of 300 eieren te leggen. En dan komt 1 op de 2 eieren niet eens uit. Dat syndroom, daar ontkomen ze niet aan. En dat is dus vreemd. Natuurlijke selectie heeft er blijkbaar niet voor kunnen zorgen dat dit syndroom over de tijd werd weggefilterd. En daarom is ons onderzoeksteam zo geïnteresseerd in hoe dit syndroom heeft kunnen ontstaan heel lang geleden in de evolutie. Wat ik voor mijn onderzoek ga doen is kijken naar het DNA van al die soorten en ik ga eigenlijk vergelijken met elkaar. En vanuit dat DNA ga ik terugrekenen hoe het DNA van de voorouder van al die soorten er ooit uitgezien moet hebben. Als we namelijk weten hoe het DNA van die voorouder er waarschijnlijk uitzag, dan kunnen we misschien ook achterhalen waar het ooit mis is gegaan. Een andere manier om er naar te kijken is door te gaan onderzoeken waar het fout gaat in de eitjes van die salamanders. Als we namelijk de verschillen weten tussen de eitjes die het wel redden en de eitjes die het niet redden, dan kunnen we misschien achterhalen wat precies dit syndroom veroorzaakt. Dus, ben jij nu nieuwsgierig geworden naar het syndroom van de watersalamanders of naar andere amfibieonderzoeken die binnen Naturalis worden uitgevoerd? Hou dan vooral de kanalen van Naturalis in de gaten. Ik vind het heel erg leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video en ik hoop dat ik jullie snel meer kan vertellen over ons onderzoek naar de watersalamanders. Tot kijk!